Even nog een kleine korte kutmededeling. Ik weet dat het lijkt alsof ik kaal ben. En eigenlijk is dat ook zo. En eigenlijk zie ik er echt kaal uit. Dat is omdat de kapper een andere taal spreekt. Ik zeg tegen de kapper een beetje kort. Niet te kort. Gewoon een heel klein stukje eraf. Die doet knip mijn haar alsof ik zei tegen hem knip het net niet kaal. Ik denk dat ik half kaal ben. Maar oké. Oké. We gaan aan de video beginnen. De 10 ergste, vreselijkste, meest de enge gangs van heel de wereld. En ik zeg het je, er zitten een paar hele pittige tussen. Daar gaan we vandaag aan beginnen. Dames en heren, ik zou zeggen Oculus intro. Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een nieuwe top 10, of hoe je het wil zeggen, meest enge, meest shitty dingen doen van heel de wereld. En daarvoor heb ik dus, jullie hulp nodig. Zeker een duimpje omhoog. Ik denk dat we de 2500 likes wel kunnen halen. Ik weet zeker dat jullie dat kunnen. Smash even dat like, je zou super awesome zijn als we ze kunnen hitten. No further ado, let's jump straight into the video. Hey gangs, we kennen het allemaal wel, gangs. Dan heb ik het niet over de gang van leraren in je school. Nee, dan heb ik het over de 10 gevaarlijkste gangs wereld. Oh shit. Deze gangs zijn dan geassocieerd met drugsmokkel, mensensmokkel, verkrachting, bestelingen, illegale geld, transport. Allemaal fucking illegale dingen. En sommige van die gangs hebben dan nog eens heel speciale dingen wat ze dan extra speciaal maakt. Een gang kan je een beetje vergelijken met van die hood gangs in GTA. Als je in de hood kwam, meestal in San Andreas, en je begon te schieten in de hood, dan kwamen al die dudes met bandanas en met die Uzi's die ze dan zo recht op alsof ze gingen dropshotten. En dan begonnen ze allemaal te schieten op je. Kwamen ze allemaal uit hun huizen gelopen of op hun zieke moto's. En dan was je meestal wel dood. Oké. Wel, in de echte wereld zijn er ook zo'n gangs. Het idee van GTA moest toch ergens van komen. En die gangs zijn dus fucking gevaarlijk. De 10e, dus de minst gevaarlijke van deze ganglijst, maar toch nog, ja, altijd gevaarlijk, is de Cosa Nostra. Het is een Italiaanse gang die is overgekomen van Italië naar Amerika. En Cosa Nostra betekent in het Nederlands ons ding. Our thing. Zoiets. Ons ding. De gang heeft meer dan 25.000 leden en zit ergens in het oosten van Amerika. De gang staat bekend om het supergoed zijn en drugs smokkelen van land naar land zonder opgemerkt te worden. Het jammer van deze gang is dat de meeste mensen in de gevangenis zitten, maar toch lukt het er nog altijd om in de gevangenis drugs te transporteren van land naar land. Cosa Nostra. Op nummer 9 hebben we de Crips. En de Crips kennen we sowieso allemaal, want ze hebben hun eigen dansje. De Crip Walk. Ook kan je ze herkennen aan hun blauwe kledij, blauwe bandanas. En ja, ze hebben meestal gewoon blauwe kleren aan. Deze gang zijn de uiterste rivalen van de Blood Gang, waar wij het straks nog over gaan hebben. En dit is echt zo'n GTA gang. De GTA gangs, zoals ik daarnet heb uitgelegd, ze zijn begonnen in Californië. Ze zijn begonnen met een paar vrienden die waarschijnlijk gewoon iets cool wouden doen. En ze zijn enorm veel uitgegroeid tot een van de grootste gangs ter wereld. Ze hebben meer dan 30.000 leden verspreid over de hele wereld. En een gang zit gewoon eigenlijk bij alles. Drugsmokkel, geldsmokkel, mensensmokkel, bestelingen, moord. Alle shit die slechte dingen. Ik vind het wel cool dat ze hun eigen dansje hebben die eigenlijk een beetje de wereld heeft gedomineerd. Maar oké, dit zijn de Crips. Op nummer 8 hebben wij Watching. En Watching is één van de, als het niet de rijkste gang is ter wereld. Ze zijn geweldig goed in geld verdienen. Want ze verkopen illegaal wapens aan landen die in oorlog zijn aan een hele lage prijs, waardoor ze heel veel geld verdienen op illegale manier. Het is een Chinese gang en je weet wel, gekke Chinezen, altijd gekke ideeën. Om een klant te joinen moet je een gigantische tattoo op je rug laten zetten, waardoor je eigenlijk toont dat je voor de rest van je leven trouw zal blijven aan hun gang. Hoe ze precies aan geld komen weten ze niet precies, maar ze weten wel dat 50% van hun geld uit de casinos komt. Dus waarschijnlijk hebben ze een paar casinos staan in die gekke Chinese landen, waar gekke Chinese gokverslaafden komen. En zo, ja, maken ze gewoon die dikke monies. Op nummer 7 hebben wij Yakuza. Yakuza is weer zo'n gang van gekke Chinezen met de gekke regels om in een gang te komen. Om in deze gang te komen moet je volledig 100% afstand nemen van je familie. Je mag geen contact meer hebben met wie dan ook van je familie. Skip je mama, je papa, al de rest, niemand meer. Gewoon solo. Om te tonen hoe trouw je bent aan je vrienden en aan je gang. Waardoor je eigenlijk toont dat de gang je familie is geworden en dat je naast de gang niemand meer hebt. Ze hebben meer dan 102.000 members. Dat is echt fucking veel. En ze staan er eigenlijk voor bekend
bekend dat als ze naar feestjes gaan, ze enorm veel drugs en drank doen van mensen, zodat ze zorgen dat die mensen gedrogeerd zijn en dan nemen ze die mensen mee naar hun, ja, gebouw en ik wil niet weten wat ze dan doen. Op nummer 6 hebben wij de Bloods. En de Bloods zijn de aardrivalen van de Crips. Zoals je een beetje kan zien, zij zijn het rood gekleed, de Crips zijn het blauw. De Bloods kan je herkennen aan hun rode kledij, rode bandanas en eigenlijk, ja, gewoon altijd in het rood. Bij de Bloods mag je alleen als je een donkere huidskleur hebt. En de Bloods zijn eigenlijk wel veel extremer en groter dan de Crips. Ze markeren ook altijd waar ze zijn door met heel veel graffiti alles in het rood te spuiten en hun naam erop te markeren. Ze kapen ook heel vaak treinen en die treinen smokkelen ze dan op de een of andere manier mee naar hun basis. Ze zetten overal waar ze zijn geweest een handtekening op, met graffiti zoals ik al had gezegd. En ze zijn ook gewoon weer fucking goed in mensen vermoorden, want de politie heeft hen nog nooit kunnen pakken en de politie is bang van deze gang. Dus dat is wel epic. Eigenlijk niet, maar ja. Nu zitten we in de top 5 en vanaf de top 5 wordt het echt heel extreem, want de regels om in de gang te komen worden steeds en steeds erger. Nummer 5 is de 18th Street Gang. Wow, ineens viel mijn camera random uit. Misschien heeft de 18th Street Gang me gehoord dat zij mijn huis aan het boycotten. Om in deze gang te komen moet je de 18 seconds beating overleven. Dat betekent eigenlijk dat als je de gang wil joinen, je dus erbij mag komen. En dan slaat de hele gang je 18 seconden lang met alles wat ze hebben. En als je die 18 seconden overleeft, dan zit je in de gang. Als je het niet overleeft, dan zet je er niet in. Die 18 seconds beating staat eigenlijk gewoon dat je respect hebt voor de andere mensen, omdat de andere mensen het ook hebben gedaan. En ja, eigenlijk gewoon compleet losgeslagen, dom, kut en random. Deze gang heeft ook heel veel ruzie, als het is eigenlijk gewoon rivalen van de Bloods en de Crips. Ze staan bekend voor hun tatoeages over heel hun lichaam. En overal waar ze zijn, zetten ze ook een handtekening. Niet met graffiti, maar ze branden gewoon de volledige plek af, totdat er niks meer van overblijft. En dat is hun handtekening. Yes? Oké. De volgende gang is Los Zetas. En Los Zetas ga je wel kennen, want die zijn zo in het nieuws geweest een paar maanden geleden, omdat die ook in België waren en zo. Het is het grootste, en als ik zeg het grootste, echt het grootste drugkartel van Mexico. Ze zijn niet alleen goed met drugs, maar ze doen ook extreme wapenhandel met eigenlijk iedereen over heel de wereld. Waarschijnlijk draagt het Belgische leger wapens van Los Zetas. Heel veel politiestaten dingen in Mexico zijn bang van hun, maar in België zijn ze dus ook geweest. En eigenlijk in België hebben we niks kunnen doen, want ze hadden veel te veel geld. En ze hebben gewoon alle advocaten, de goede advocaten van België opgekocht, waardoor tegenstand gewoon geen advocaat had en ze zijn vrijgesproken. Op nummer 3 hebben we mijn persoonlijke favoriet, dat ik hier zelf een favoriet uit heb, en dat is de Aryan Brotherhood. Het coole is dat deze gang bestaat uit 20.000 mensen. Deze gang is verantwoordelijk voor 80% van de moorden die binnen een gevangenis gebeuren. 90% van al hun crewleden hebben levenslang gekregen in de gevangenis en als de doodstraf nog zou bestaan, zouden ze allemaal al dood zijn, maar dat bestaat niet meer, dus ja. Alleen in sommige landen. Als je in een gang wil komen, moet je iemand vermoorden die zij dood willen. Ik weet niet hoe je dan een bericht krijgt van hen. Waarschijnlijk per brief of zo, waar dan de naam is, staat en adres. Ja. Dan moet je die persoon vermoorden. En dan word je naar de gevangenis gestuurd. En dan zit je bij een gang. Geweldig. Alsof het inviten voor een clan niet makkelijker kan. Maar dat is mijn favoriet, gewoon omdat ik het grappig vind dat ze allemaal in de gevangenis zitten. Awesome. Op nummer 2 hebben we de minst gewelddadige clan. Je zou misschien denken, ik sta op nummer 2 en hij is de minst gewelddadig. Het zijn de Latin Kings. Deze mensen zijn zelfs zo niet gewelddadig dat ze hun eigen voetbalteam hebben. Ze doen niet echt iets met smokkelen, ze doen niet echt iets met illegale shit. Maar ze hebben gewoon enorm veel leden, enorm veel macht. En het zijn een genre van huurmoordenaars. Dat is niet zeker, omdat ze zo goed zijn. Dus ja, het is een conspicuous theorie dat ze huurmoordenaars zijn. Maar als het niet zo is, dan is het misschien niet zo. Ze zijn ook heel goed in illegaal geld. Gewoon geld maken. Dus gewoon geld witwassen. Het is de grootste gang ter wereld. Met meer dan 200.000 leden. Ze hebben geen gangs waar ze heel agressief op zijn. Ze hebben geen vijanden. Ze zien er heel vriendelijk uit. Maar ik denk dat je ze ook beter als vriend houdt. Want als je 200.000 man op je dak hebt, ja, dan gaat er wel meer gebeuren dan een schaafwondje aan je knie. Oh my god, we zijn bij nummer 1 aangekomen. Oh my god. Oh my god. Kan jullie zeggen, nummer 1 is echt helemaal anders dan al de anderen. Nummer 1 is Mara Salvatrucha. Ook wel bekend als MS-13. Deze gang is vijandig voor alle andere gangs. Het grappige is dat deze gang alle andere gangs uitlacht en hun eigenlijk kleine drugsmokkelaartjes noemt en geen fuck geeft om die andere gangs. Ze staan bekend voor alles waarvoor je maar bekend kan staan van slecht zijn. Ze hebben mensen in de gevangenis, zij huurmoordenaars, ze smokkelen mensen, ze smokkelen drugs, ze witwassen geld, ze hebben fucking veel geld, ze moorden volledige families uit en ze geven geen fuck wie ze vermoorden. Kinderen,
vrouwen, mannen, geen fuck. Het ergste wat ze hebben gedaan, is een volledige school opgeblazen. Omdat, ik snap de reden zelf eigenlijk niet zo goed. Ze hebben een volledige school opgeblazen, ergens in Brazilië of zo. En ja, ze zitten dus het meest in Zuid-Amerika. En in Zuid-Amerika zijn er al ontiegelijk veel klachten tegen hun ingediend. Maar de politie doet er niks tegen, omdat ze bang zijn van hun. De politie heeft één keer een inval gedaan bij hun en eigenlijk, ja... Ze hebben niks gevonden, maar de politieagenten zijn ook nooit teruggekomen. Deze mensen staan bekend omdat ze volledig volgetatoeëerd zijn. Ze moeten volledig afstand nemen van hun familie. En holy shit, dat was de 10 ergste gangs ooit. Als je een van deze gangs tegenkomt op straat, kan ik je verzekeren dat je waarschijnlijk dood bent. Maar dat ga je mij niet kunnen vertellen, want... Ja, dan ben je waarschijnlijk dood. Vonden jullie een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog dat ik meer van deze video's kan maken. Maar ik probeer het zo weinig mogelijk te doen omdat ik wel denk dat jullie het leuk vinden. En ja. Mijn meest gelikte video is ook een soort van dit soort video's. Als je die nog niet hebt gezien, ja, dan klik je gewoon straks op dat ding. Ik ben deze de volgende dagen. Bedankt! En tot de volgende keer. Tot morgen, 7 uur. Ja! Hallo!